gedicht van een Deense schrijver voordragen. Yahya Hassan, vertaald door Lamy Ost Oostenbrink. De titel van het gedicht is Bekentenissen. Ik wipte je wijf. Ik haalde je huis leeg. Ik stopte de televisie in het dekbed van jullie zoon. Ik kon geen redenen verzinnen waarom mijn neef jullie zoons computer niet mee zou moeten nemen. Een laptop is een laptop, zei hij. Dat is 500 extra de man. Je gitaren belanden bij Hassan de Heler. En dan gedichten van mezelf. Het eerste gedicht is getiteld Ik werk niet meer voor jullie. Ik werk niet meer voor jullie. Dit was de laatste keer dat ik op mijn werkmail inlogde. Ik ben niet meer het monster dat ik was. In mijn leven heb ik niet een eerlijk deel van de taart gehad. Vanaf nu zal ik me scherp afscheiden van mijn omgeving. Ik pak even mijn agenda erbij. Vandaag besluit ik morgen te beginnen. Nog één laatste keer proberen om verdorie te herstellen. Ik ben geboren met twee vagina's en ik geloof niet in deuren. Dit is al mijn derde dood en ik ben nog maar in mijn 30. Ik geloof ook niet in burgeroorlogen, ook al haat ik jouw cultuur. Misschien zijn we familie, want ik heb ergens nog twee halfbroers lopen. Als ik overlijd, wil ik erbij zijn. Ik wil het niet in mijn slaap. Ik wil afscheid nemen, niet zonder mij doodgaan. En ik ga voor het eerst het titelgedicht voorlezen van mijn bundel. En ik wil het voordragen aan Judith. De titel is Godface. Ze ligt lang uit op de grond. Ik kan haar gezicht niet zien. Ze is van me afgekeerd. Dat ik me geen zorgen hoef te maken. Dat ik dat ook aan de rest van het onderwijsbureau moet doorgeven. Ze nam vaak rookpauzes. Zelfs toen ze 2 keer een uur per week werkte. This world never opens its doors to me. Ze wapperde met haar armen. Van haar therapeut moest ze meer handgebaren maken tijdens het praten. Haar grimas veranderde steeds een beetje meer als een grilliger wordende moedervlek waar je je zorgen over maakt. Godface, riep ik. A god that kills you. Ze moest altijd om me lachen. 1 keer begon ze te schreeuwen om de knipsels en papieren op de grond. Overdreven vonden we het en de baby werd er wakker van. Ze wilde het voor iedereen verpesten omdat ze zelf niet meedeed. Kwaad zijn is oké. Andere mensen lastigvallen niet. Maar iemand was dronken en begon te lachen, waarop er meer moesten lachen. Al snel was iedereen aan het lachen. We hebben 2 uur lang gelachen. In het park waren de boomstompen verontrustend. Toen we 1 van de verdwenen bomen vonden, hebben we gewacht tot het licht werd en begroeven we hem, de boom. Maar haar krijg ik niet mee terug. Ze volgt niet meer. Haar bestaan
wordt verzet. Dank jullie wel.